De luchtmacht zet in op 3 doelen. Het herstel van onze brede inzetbaarheid staat voorop. Die komt in stapjes op peil. Daarnaast houden we onze pioniersgeest vast, maar brengen we focus aan in onze innovatie. En tot slot transformeren we naar een 5e generatie luchtmacht. De eerste contouren hiervan kunnen we al zien. De wereld om ons heen verandert namelijk snel. Het dreigingsbeeld waarin wij onze operaties uitvoeren is steeds ingewikkelder en uitdagender. De oorlog ver van huis is verbonden met de veiligheid dichtbij huis. Naast lucht, zee en land werken we ook in cyber en space. En de dreiging komt vanuit alle domeinen tegelijkertijd. We treden steeds vaker op in netwerken. Als we de nieuw verworven capaciteiten effectief willen gebruiken, moeten we samen delen, werken en winnen. Tot slot vergrijst de arbeidsmarkt. Beïnvloedt technologisering onze manier van werken en dreigt ons tekort aan technisch personeel nog groter te worden. We moeten de luchtmacht er slimmer inzetten. De 5e generatie luchtmacht is informatiedominant. Een kennisvoorsprong biedt kracht en macht. We moeten sneller data tot informatie verwerken en deze goed analyseren. De 5e generatie luchtmacht is wendbaar. Op vlakken als personeel, operaties, materieel, logistiek en bedrijfsvoering. We moeten proactief kunnen inspelen op kansen, bedreigingen en onverwachte situaties. De 5e generatie luchtmacht is operationeel sterk. Om de Nederlandse belangen beter te kunnen dienen, willen we in coalities niet alleen meevechten, maar ook meedenken, plannen en sturen. We blijven de zwaardmacht die met vliegtuigen een klap kan uitdelen. Maar naast deze klassieke slagkracht gebruiken we nieuwe wapens. Informatie, cyber en electronic warfare. Wij zijn natuurlijk niet de enigen die nadenken over de toekomst. Onze tegenstanders beschikken over vergelijkbare wapensystemen, middelen en ideeën. Het verschil wordt gemaakt door de mens, de luchtmachter. Een breed opgeleide en flexibele teamspeler. Die elke dag de klus wil klaren en de juiste besluiten neemt. We bouwen met verschillende bouwstenen aan de 5e generatie luchtmacht. Gas terugnemen om te herstellen en veranderen kan een sprong vooruit betekenen. We focussen ons daarom op herstel en maken onze transitie naar de 5e generatie luchtmacht. Onze collega's en bondgenoten rekenen op onze airpower.